Schrijver Nier dook lange tijd in de eendagsvliegen van het Nederlands elftal. De spelers die slechts één wedstrijd uitkwamen voor Oranje. Het is een bijzondere fascinatie. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waar dat vandaan komt. Eigenlijk wilde ik zelf altijd ooit in Oranje spelen. En toen bedacht ik, wie kan mij dat nou beter die herinneringen vertellen dan jongens die dat één keer hebben gedaan. Waarom dan jongens die dat één keer hebben gedaan, niet jongens die het vaker hebben gedaan? Omdat ik kan me voorstellen dat als jij record international bent, dat de eerste keer een beetje vervaagt in je gedachten. Maar ik heb het idee dat als je één keer iets hebt meegemaakt, dat je het dan nog helder voor de geest hebt. Het boek gaat niet alleen over die ene wedstrijd voor Oranje, maar meer over de bijzondere en soms zelfs absurde verhalen van de 11 hoofdrolspelers. Jij hebt ooit een Thaise massagesalon in Oeganda gehad. Ja. Hoe zit dat? Ik was al in Thailand geweest en ik vond dat een heerlijke massage. Dus ik was daar vaste klant. Ik ben bevriend geraakt met een aantal van die dames. En ik heb ze ook een paar keer meegenomen op stap. Ik denk dat jij de allerkortste interlandcarrière hebt gehad ooit voor Nederland. Ja, ik denk dat ik de enige ben die 18 minuten hebt gespeeld, ja. Ben je nog trots op die minuten die je voor Nederland hebt kunnen spelen? Ja, tuurlijk. Al is het maar 5 minuten. Ik bedoel, dat is het hoogst haalbare voor een jongen die profvoetballer wil worden. Ik werd overgeplaatst naar Oeganda. En toen zei ik van, nou, ik neem die spullen wel over. Dan probeer ik het gewoon in Kampala. Toen heb ik die meiden gevraagd van, joh, wil je naar Oeganda komen? Dat hebben ze toen gedaan. Het zijn eigenlijk twee hoogtepunten. Dat is de geboorte van mijn dochter. En dat je aangesteld wordt voor het Nederlands elftal. Wat ik er zelf leuk aan vind, is dat je samen met die speler de soort levensweg bewandelt. Het boek Het waren 18 onvergetelijke minuten is nu te koop.